Welkom bij de Indringers Biocast. We gaan nu naar Indringers kijken. En niet deze, maar in je lichaam. Je ziet hier een bacterie, het groene dingetje, en een witte bloedcel. Je ziet dat die witte bloedcel vervormt als een soort barbapapa en die eet de bacterie op. Die maakt geen onderscheid welke bacterie dat is. Elke bacterie die niet in je lichaam thuis hoort, wordt opgeruimd. En zo ziet het er dan uit. Dode bacteriën en resten van witte bloedcellen. Hier zie je links weer een bacterie en rechts een antistofdeeltje. We gaan eens kijken hoe dat werkt. Daar heb je weer de bacterie. En op die bacterie zitten antigenen. Eén antigen, verschillende antigenen. En daarmee kan die bacterie herkend worden. Hier is een witte bloedcel. En die witte bloedcel gaat antistoffen maken tegen precies die bacterie. En die antistoffen die passen precies op de antigenen van die bacterie. En zo wordt die onschadelijk gemaakt. Hier hebben we dus een andere ziekteverwekker, een virion, een virusdeeltje. En daarvoor zijn weer andere antistoffen nodig. Je ziet, die passen er precies op. Dus voor elke ziekteverwekker een andere witte bloedcel. De meeste verdwijnen, maar een paar hou je erover, de geheugencellen. Hier een virusdeeltje komt je lichaam binnen. Hij gaat zich vermenigvuldigen. Het wordt er eerst steeds meer. Het duurt namelijk een poosje voordat de witte bloedcellen geactiveerd zijn. En op een gegeven moment gaan er ook meer witte bloedcellen komen. En als er genoeg witte bloedcellen zijn, dan gaan ze de ziekteverwekker in je lichaam te lijf. En zelf sneuvelen die witte bloedcellen ook bij het opruimen van die ziekteverwekkers. Dat is het pus van de ontsteking. En op dit moment zijn de ziekteverwekkers opgeruimd en heb je nog één witte bloedcel als geheugencel over. En op dat moment ben je immuun. Dezelfde ziekte word je nu niet meer ziek van. Je ziet hier iemand met pokken. Een ziekte waar je vroeger dood aan ging of op zijn minst verminkt van raakte. Edward Jenner was de eerste die vaccinaties toepaste. En dat was al heel vreemd voor de mensen toen. Kijk maar naar de spotprint. Je kunt ook chronische ziekte hebben. Dan word je dus niet meer beter. Een voorbeeld is diabetes of nierfalen of astma. We gaan even kijken wat die ziektes precies betekenen. Wanneer je diabetes hebt, dan maakt je alvleesklier geen insuline meer. En op dat moment moet je dus insuline inspuiten en je moet heel erg op je dieet letten. Bij nierfalen moet je aan een dialyseapparaat om je bloed schoon te laten maken. Bij astma trekken de spieren in je bronchiën zo samen dat je het benauwd krijgt. Hier zie je één cel, een kankercel, de eerste in het lichaam. Die gaat zich vermenigvuldigen, hij blijft nu nog goed bij elkaar. En hij gaat zich verder vermenigvuldigen en het komt terecht in lymfevaten of in bloedvaten. En via lymfe en bloed wordt zo'n kanker verspreid. Uitzaaiingen dus. Hier zie je die op een andere plaats terechtkomen. En die begint daar ook weer met het maken van een nieuw gezwel. Wanneer je kanker hebt en het is ontdekt, is er een aantal behandelingsmogelijkheden. De kanker kan worden weggesneden, je kunt worden bestraald of je kunt chemotherapie krijgen. Dat was het niet zo vrolijke aanbod van de Indringers Biocast.